Waarom griffiers geen waarom-vragen moeten stellen? Vragen stellen is goed, maar open vragen stellen is beter. Open vragen zijn vragen waarop niet direct ja of nee te zeggen is. Er moet meer uitgelegd worden. Ezelsbruggetje hierbij is 6W, 2H. Wie, wat, waar, wanneer, welke, waarom en hoe en hoeveel. Maar niet alle open vragen zijn even geschikt. De waarom-vraag klinkt vaak kritisch en betuttelend en werkt dus averechts. De meeste waarom-vragen klinken veroordelend. Waarom heb je mij niet even naar de tekst laten kijken? Waarom heb je het niet even laten controleren? Waarom duurde je betoog zo lang? Het raadslid is dan niet snel tot antwoorden bereid. Hij weet ook vaak het antwoord op de vraag niet. Ja, waarom? Dat ging nou eenmaal zo. Ik weet het niet. Gewoon. Waar bemoei je mee? Het roept een wrevelige reactie op. Waarom-vragen zijn bij coaching dus vaak niet effectief. Beter is het om hoe-vragen te stellen en wat-vragen. Hoe kan ik je volgende keer helpen bij het opstellen van de motie? Wat was de reden dat je betoog langer duurde dan je eigenlijk wilde? Dat zijn vragen die zorgen voor een open, onderzoekende houding en waarop makkelijker ook antwoord te geven is. Dus stel jezelf de volgende open vragen. Welk raadslid wil je coachen? Hoe kun je dat het beste doen? En wat werkt bij hem of haar het beste?